Fred van der Biest, ongetwijfeld zeer teleurgesteld. Het voetballen werd jullie belet. Lommel stond tactisch wel niet slecht in de eerste helft. Nee, maar dan nog. Dan heb je nog een moeilijk begin. De eerste 5-6 minuten waren niet goed. Dan moesten we de ruimte over links te vinden. Dan heb je rond minuut, tussen minuut 20 en 23 twee goede fases. Waar je qua bezetting in de 16 meter een drama. Je traint er dag in dag uit op, sta je niet goed. Maar het was gewoon, dat gewoon drie, vier jongens die vandaag niet goed waren. En dan verlies je zelf punten tegen die Lommel. Die Lommel die wel tactisch heel goed stond, maar dat weet je. Heb je vorig jaar ook tegengekomen. Heb ik met Cerkel ook tegengekomen. Heb je proberen aan te passen na 10 minuten tweede helft. Heb je nog eerst geprobeerd, een paar positie wisselen met de rust. Was misschien wel iets beter, maar niet genoeg. En dan, in principe, de wissels hebben ook niet gebracht wat ze moeten brengen. Bij Oostende had je vrij snel een echt goed type elftal. Daar wil je heel snel ook naartoe. Hoe frustrerend is het dat lang duurt? Maar type elftal, ik denk dat we de eerste twee, drie wedstrijden, de eerste twee wedstrijden niet mochten klagen qua ingesteldheid, qua voetbal. Vandaag was de ingesteldheid niet goed, maar het voetbal was ook niet goed. Ik zeg, in tweede klas begint het altijd eerst ingesteldheid en dan je toegevoegde waarde dat je kunt brengen. En niet andersom. Als je denkt dat je het op voetballende manier in tweede klas of 1B, hoe dat je het ook noemt, gaat brengen, vergeet het. Het gaat eerst uit van een goede mentaliteit, een goede ingesteldheid. En dan het surplus dat je hebt aan kwaliteit, ga je kunnen benutten. Maar niet andersom. En daar moeten we een paar kliks maken. De koude douche, de penalty. Wij zagen hem er net buiten ingezet worden, de overtreding. Hoe zag jij het? Ja, kijk, normaal gezien moet die fout al gebeuren ter hoogte van de middenlijn. Ik denk dat die jongen misschien 30 of 35 meter bal aan de voet. Dus op een omschakelmoment. Is ook tweede klas, hè, omschakelen. Hè? Dus daar wordt een beetje op gepakt. Maar ik kan wel dat zuur is dat je pakt 4 om 9, krijgt 2 tegendoelpunten en 2 penalties. Om af te ronden, Buil kwam in, bracht snelheid, animo. Camus moest even wennen, maar dan een paar heel goede baltoetsen, snellere circulatie. Was je tevreden over? Ja, maar niet genoeg. Moet beter. Ja, met je kwaliteit moet je beter kunnen. Maar oké, invallen is niet makkelijk. Fabien was zijn eerste 35 minuten. Buil, dat wisten we. Buil was een keuze in functie van. Oké, die keuze is verkeerd uitgedraaid, dat is mijn verantwoordelijkheid. Kwam er niet uit. En met hem hadden we misschien wel iets meer diepgang en et cetera. Dus hij heeft wel getoond dat zijn plaats op het veld is.